samen in bar. In Japan kunnen ze daar geen genoeg van krijgen. Daarom trekken honderden stadsbewoners ieder weekend naar de onsen. Dat zijn natuurlijke warmwaterbronnen waar je helemaal tot rust komt. Hier in Natuurpark Hakone voegen ze bovendien nog extraatjes toe aan het badwater. Ze lengen hun baden aan met wijn, groene thee, koffie en sake. De familie Konda is er gek op.変わりますからさ、ちゃんと伝えてください。変わります。やっぱこう肌のツヤが良くなったりとか、毛が増えたりとか。それはもうのんびりできるっていうのが一番ですよね。やっぱり。あとは景色をこう見ながらお風呂に入ると。はい。お風呂に浸って、ぼーっとして、リラックスして、5分か10分くらい浸って。 Maar zelfs de Konda's willen wel eens wat anders. Voor wie op zoek is naar wat meer entertainment, is er warm water komt in Titanic. Hij zorgt ervoor dat het een feestje wordt in de onsen. Wijn zodij! Wijn zodij! Wijn zodij! Wijn zodij! Wijn zodij! Wijn zodij! Onsen comedian. Japanese onsen comedian. Iyashi to warai っていうのは似てるもんがあると思いますので、そこでやっぱり皆さん盛り上がってくれるのかな。いやもう最高で盛り上がっていただいているので、先ほど映像見た感じで、皆さん声出して盛り上がっているので、ね。ジャパニーズ温泉ボーイ。Dat ze zo dicht op elkaar gepakt staan, vinden de badgasten helemaal niet erg. Ze vinden het juist lekker om tegen anderen aan te glibberen. Skinship noemen ze dat hier. 日本では裸の付き合いっていうの言葉がありまして、それでやっぱ裸同士、もっと近くになって一緒に盛り上がれるっていうのも一つの盛り上がる要因なのかな。ね、みんなでスキンシップできて、一日楽しめますから。はい。カリブの香りがするよ。なんかすげえ匂いだぞ。おっぽいってぞ、お前。やば。わお。すごい匂いするね。いやー、すごいな。毎日コーヒーまで入るか。